Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Goeie paté, dat is echt puur vakmanschap. En ik ben hier in Gent en ik heb een gast gevonden dat hier kei lekkere paté maakt, Jérôme. En zijn bedrijfje heet Paté to the People. Dat is wel eerst, ja. Ik vind dat een zalige naam. En als iemand mij kan uitleggen hoe dat de beste paté wordt gemaakt, dan is hij het wel. Jérôme. Ja, Luc. In die keuken, jongen. Zo, man. Wist. Jérôme, wat is nu precies een paté? Een paté is een leverbereiding. Oké. Okay. Basis is varkenslever. Ja. En keelspek. En wat gaan we nu maken juist? Een boerpaté. Ja, het is wel, ga het zien. Ja, dat ziet er niet echt appetijtelijk uit. Niet... Het zijn wel een beetje akelige geluiden, hè? Dat is, ja, kijk, het is allemaal. Aan de afzetten. En wat ik nu doe, is simpel. Mijn kruiden bij doen. Nootmuskaat en vier kruiden. Ja. Dan heb ik hier peper. Ik doe een mengeling van zwarte peper en witte peper. Omdat ik dat lekker vind. Oké, okay, geen verre. Dat is geen... Dat is goed, dat is gewoon omdat jij dat puur, puur op smaak. Zout, gewoon keukenzout. Hoe dat is ontstaan, paté, weet je daar het verhaal echt? Want... Ik ga ervan uit dat dat is om alles van het varken te gebruiken. Ja, ja. Lever is niet altijd even hoeveel in de mode geweest. Maar als je dat dan in een paté verwerkt, je keelspak ook, kun je er niet zo heel veel mee doen. Mensen zijn soms afval, dat is geen... Nou ja, mijn ogen zijn ja, nee, want je maakt er een schoon product. Want je maakt er een schoon product. Zero waste, jongen. Geen... En dan nu, Armagnac. Dat is lekker. Altijd Armagnac. Dus nu doen we in de bakpan. In de bakvorm. Allee, jongen, eigenlijk is dat totaal niet moeilijk. Nee, dat is super simpel eigenlijk. Je moet gewoon weten. Dat is met alles in de keuken, hè, dat weet hij ook. Oh, jong. En dat is de maagwand. Dat is, als ik me niet vergis, is dat maagwand, hè. Amai. En dan stik de dat in de oven. Jij maakt echt de zotste combinaties, hè? Ik maak wel een paar rare combinaties, hè. Een van de eerste, wat extremer dat ik gemaakt heb, is eentje met chocolade en sinaasappel. In paté? In paté. En hoe lang is dat nu gebakken tot zo? Zo'n pot van een kilo, dat gaat er, ik denk, een kleine 2 uur in zitten. Ah ja, toch. Ik bak dat af in 90 graden. Dat is inderdaad. Maar ja, het is lekker, hè. Geen zever. Dat is toch waar, ja, gewoon. Ja, dat is waar. Recht toe, recht aan.